Burgemeester, we hebben een Vierdaagse plein. Hoe mooi is dat? Het plein, het oude Julianaplein, is natuurlijk nog hetzelfde. Maar het is natuurlijk de gelegenheid van de 100-jarige. Hebben we ook besloten om, als stadsbestuur om een naam te geven aan een herkenbare plek. Een plek waar natuurlijk al sinds 15 jaar de Vierdaagse mee verbonden is. Daar start en komt iedereen binnen. En dat is een hele mooie en passende plek. Arme Juliana. Nou ja, we hebben natuurlijk nog verder het Juliana Park iets verderop. En met andere woorden, Juliana, dat zou niet mogen. Onze voormalige vorstin blijft natuurlijk ook in deze stad op die manier aanwezig. Daar waren wel wat opmerkingen over, hè? Niet iedereen was er even blij mee met die naam. Nou ja, kijk, we hebben heel zorgvuldig gekeken. Omdat je moet heel voorzichtig zijn met naamsveranderingen. Namen zijn niet alleen een teken van erkenning van degene wie een naam het is. Maar het is ook een heel herkenbare plek. Daarom, de wetren die ernaast ligt, zouden we niet snel veranderen. Want dat is gewoon de historische plek. De wetren. Maar hier kon het dus wel, ook omdat we Juliana nog op een andere plek, althans ook qua straatnaambocht, kunnen blijven herdenken. Ja. Nou, het ziet er mooi uit. Google Maps die noemde het al een tijdje zo. Die waren al wat eerder, begrijp ik. Het parkeren komt nog wat later, want dat is natuurlijk heel ingewikkeld, zag ik bij de onthulling. Maar goed, iedereen kan het daar nu zien. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wat er in de derde week van juli weer allemaal gaat gebeuren. Want dan laten we op de beste manier zien, hè, hoe we achter de Vierdaagse staan. Ja, want eigenlijk was u de eerste, want u riep het op de nieuwjaarsreceptie al, dat plein. Ja, we hadden het zo aangekondigd. Het is een naam, wordt altijd door de gemeenteraad gewijzigd. En dat is uiteraard ook netjes gebeurd. We maken geen uitzonderingen natuurlijk, maar het was wel een mooi moment om Johan Willemstein als machtsleider en boegbeeld van de Vierdaagse dat dan ook zo in de openbaarheid bekend te kunnen. Ik geloof wel dat de volgorde andersom was dit keer. Hè? Dat eerst aankondigingen was en toen het raad besluit. Ja, maar weet je, dus altijd als wij voorstellen naar raad doen, zijn die eerder bekend. Soms zelfs eerder bij u bekend dan bij een raad zitten. Ook dat gebeurt nog wel eens. Ja, nou ja, dat is dan weer een privilege dat wij hebben. Ja. Goed, kort na de Giro werd Nijmegen ook nog eens fietsstad. Ja, dat is een hele mooie prijs. Het is vooral ook natuurlijk een onderstreping van alles en iedereen die de fiets toegenegen is en daar ook in heeft geïnvesteerd. En het bijzondere heb ik begrepen van de toekenning, hij wordt om de 2 jaar wisselt die prijs zeg maar, van stad in Nederland. Het bijzondere hadden deze keer ook de aandacht vooral ook gelegd op zeg maar, de economische functie van de fiets. Wat is er nu ook aan bedrijvigheid rondom fiets en wat doe je ermee? En daar hebben we dus het beste ook op gescoord. Dus ook een mooie erkenning van ondernemers die met fiets bezig zijn. Ons hele plan van fietsen, snelwegen, dat scoort heel erg goed. Is dat wel echt zo'n item of maken we dat er een beetje van, omdat het ook wel hip en happening is om dat te zijn. Kijk, het is bij alles zo natuurlijk. Hè. In de hele wereld zijn we vaak met dezelfde dingen bezig. En de fiets is natuurlijk niet exclusief voor Nijmegen, maar dat is zeker in Nederland een heel prominent vervoermiddel al jarenlang. Wat wel heel bijzonder is, is dat we hier al op basis van een toch jarenlange strategie hebben toegewerkt om de fiets juist op het punt van woon-werkverkeer, niet alleen recreatief dus, maar ook woon-werkverkeer, te promoten. Zie al die prachtige fietsnelpaden die aangelegd zijn of worden. We hebben aantoonbaar kunnen zien de afgelopen jaren dat meer mensen gebruik zijn maken van de fiets om bijvoorbeeld naar het stadscentrum te komen. Terwijl aan de andere kant de autobezoeker, althans bezoek per auto, is gedaald. Dus het aantal klanten van de binnenstad is eigenlijk op peil gebleven. En als je daar bewust op hebt ingezet, is het natuurlijk wel mooi te zien dat het een resultaat heeft. Nou ja, dat heeft de Fietsersbond, die verantwoordelijk is voor deze prijs, schijnbaar ook gezien. Het is een mooie erkenning voor alle mooie ondersteuningen. Wat betreft ook mijn compliment aan iedereen die in de stad en in dit stadhuis daarmee bezig is geweest. Een prijs moet je vooral ook stimuleren om de goede weg door te gaan. En dat doet hij. Ja, nee, goed. Toch hoor natuurlijk ook veel dat er een soort bezoeker is dat toch heel graag met de auto komt. Hè? Ja. De Duitse vrienden die willen graag zo dicht mogelijk voor de deur parkeren, horen we altijd. Hebben we nog wel oog voor die groep of gaat de fietser echt voor wat u betreft? Nou ja, goed, we hebben natuurlijk wel te maken met een fantastisch stadscentrum, waardoor haar specifieke ligging natuurlijk niet altijd alles aan kan op het gebied van auto. De auto kost natuurlijk relatief veel ruimte, maar we blijven altijd oog hebben, ook voor die automobilist. Kijk naar een aantal parkeergarages, ook nieuwe parkeergarages. Ik wijs vooral op de Keizer Karel garage, die natuurlijk een functie heeft naar het station toe, maar ook heel goed gebruikt kan worden en gebruikt wordt voor diegenen die zeggen, hey, van daaruit loop ik naar het stadscentrum net even iets makkelijker. Duurde wel even met die Keizer Karel. Ja, maar een garage voor auto's duurt altijd iets langer dan een fietsenrek stallen, maar we hebben beide nodig en daar gaat het om. En beide is ook geïnvesteerd.
Maar nogmaals, de cijfers tonen wel aan dat de investeringen die in de fiets zijn gedaan wel hun rendement hebben gebracht. Omdat heel veel bezoekers, meer bezoekers dan ooit tevoren, daar de prijs stellen. En dat is natuurlijk wel ook wel een beloning voor welbewust beleid. Ik zou willen dat we op alle terreinen waar we mee bezig waren zo duidelijk ook het resultaat kunnen laten zien. Dus dat moeten we ook koesteren. We moeten ook een keer durven zeggen, hé, hier is wat ingezet en dat werkt ook goed. Nogmaals, dat laat onverlet het gebruik van het openbaar vervoer, van de auto natuurlijk ook belangrijk. Hoezeer is het eigenlijk echt een taak voor de gemeente om daar zo actief mee bezig te zijn? Nou, als er taken zijn waar je als gemeente moet optreden, hoort het goed reguleren van verkeersstromen daar zeker bij. Zoals ik al zei, het stadscentrum wordt druk bezocht, blijft ook druk bezocht. Maar iedereen wil er ook zijn. Iedereen wil er van alles doen. Dan moet je wel reguleren. Je kunt dat niet helemaal open laten. Ik snap ook best wel dat mensen bijvoorbeeld liever niet betalen om te parkeren, zeker voor de autotarieven. Maar aan de andere kant is het ook een teken van de populariteit van je stad. Hè? Als ik hoor hoe mensen ook uit Nijmegen bijvoorbeeld naar de musea in Amsterdam gaan. Ik zou iedereen eens aanraden die de tarieven hoog vinden in Nijmegen om daar eens een uurtje te gaan staan. Daar merk je het verschil. En toch staat het daar hartstikke vol. Dat heeft dus ook met aantrekkingskracht te maken. En aantrekkingskracht betekent ook dat je moet reguleren om iedereen plek te geven. En ja, we moeten in Nijmegen zelfs tot ver in wijken tegenwoordig parkeren reguleren om het in goede banen te leiden. Uiteindelijk begrijpt ook iedereen wel dat je daar iets moet kiezen. Dat is echt wel een taak van een overheid, een lokale overheid, om daar je rol ook te pakken. U zegt het mooi, hè? Parkeren reguleren. Het komt er eigenlijk op neer dat je moet betalen. Soms wel, soms gaat het ook op een andere manier. Maar in Nijmegen hebben we daarvoor gekozen. En nogmaals, dat werkt wel. En we bieden ook alternatieven. We bieden alternatieven in de fiets, we bieden alternatieven met openbaar vervoer. Uiteraard, de voetganger is altijd en overal welkom. En met andere woorden, mensen hebben ook iets te kiezen. Ja, de ene keuze kost wat meer geld, maar dan heb je ook wat meer gemak. Zo zit het leven in elkaar. Nou, nu we het toch over mobiliteit hebben, de trein naar Kleef, dat is ook wel actueel deze week. Komt die nou nog een keer terug? De provincie wil er geloof ik geen geld meer insteken. En toch, met enige regelmaat komt het onderwerp weer te sprake. Nou ja, bijzonder is natuurlijk nu, op 1 juni 1991 was de laatste dag dat de trein reed. Dus dat is 25 jaar geleden precies. En in al die 25 jaar, ik kan alleen maar met u eens zijn, het debat is nooit verstomd. We hebben wel moeten erkennen als lokale besturen, dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor onze Duitse partners, dat het geld wat nodig is om de investering te doen, en te meer als je bijvoorbeeld een Groesbeek ook op een goede manier kunt aanleggen, zodat daar ook de kern leefbaar blijft. Hè, daar zal iedereen begrip voor hebben. Ja, dat kost ontzettend veel geld, waarvan op dit moment in ieder geval geen teken is dat onze regering, maar ook niet Noord-Rijn-Westfalen of de bondsregering, van plan zijn dat een grote getale op tafel te leggen. Wat we wel hebben afgesproken is van de tussentijd, wij blijven die lobby opvoeren, tot zelfs in het Europees Parlement aan toe als dat nodig is. En tegelijkertijd moet je natuurlijk wel in alternatieven die wel te realiseren zijn, investeren. En dan denk ik met name ook aan busverkeer. Het openbaar vervoer kent vele verschijningsvormen. En ook de busverbinding, die is er, maar die kan ook nog wat sneller, wat logischer. Nou, daar wordt dus nu aan gewerkt om dat mogelijk te maken. Het is een beetje een kip-en-ei verhaal, geloof ik. Hè? Op het moment was die lijn niet meer rendabel. Dan wordt mensen die meegingen. Precies. Dat was toen de dag. Dan komt de regionale samenwerking en een blik over de grens die we dan weer willen. Dan komt die roep weer op. Maar dan komt toch altijd weer het geld om de hoek. Is er dan enig zicht dat die discussie uiteindelijk een... Nou, je moet eerlijk zijn, dat zal de komende 2-3 jaar, dus tot 2020, laat ik het zo uitdrukken, hebben we gewoon geanalyseerd samen met andere gemeenten. Dan zal dat niet gaan gebeuren. Want als je al een besluit moet nemen, dat duurt jaren. Dus daar moet je reëel in zijn. Dan moeten we ook niet andere verhalen aan burgers vertellen, want daar hou ik niet van. Dat is niet eerlijk. Maar je moet dit soort grotere projecten, en het is toch wel een flinke investering die gevraagd wordt, misschien wel een paar honderd miljoen, als ik het zo over de vuist weg bij elkaar optel. Daar moet je gewoon erbij blijven. Daar moet je gewoon ook je zaak blijven bespoedigen. Daar zijn natuurlijk wel dingen aan het veranderen. Wat bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog niet was, nu wel, is dat bijvoorbeeld een Kleef, een hogeschool is opgericht, waar heel veel studenten heen gaan. Met nu nog niet zo heel veel studenten vanuit de Nederlandse kant, maar als dat zal gaan stijgen, en ik denk dat dat gaat gebeuren in de jaren gaan komen, dan wordt natuurlijk de potentiële bezoekersstroom wordt natuurlijk veel sterker. En dat zijn essentiële argumenten die bijvoorbeeld 10 jaar geleden nog niet
waar. Met andere woorden, we moeten het verhaal ook blijven opbouwen en doorduwen. Alle investeringen in grote projecten, of het nou een spoor is of een nieuw stuk snelweg, laten zien dat de aanhouder hier uiteindelijk wint. Ja. Nou ja, als we het toch hebben over dat spoor. Er is sprake van de Intercity, van Nijmegen naar Maastricht. Dat is ook niet 1, 2, 3 geregeld. Nee, dat klopt. En dan zou je zeggen, dat is nog relatief overzichtelijk. Want het spoor is er. Het spoor is ook een moderne staat. Er hoeft niet heel veel investeringen te zijn. Er moeten nog wat centjes bij. En ik denk dat ook met name onze provincie Gelderland hier een hele doorstelgevende rol kan spelen. Die hebben nog een zetje nodig. Want zoals je weet, provincies zoals Limburg en Brabant, die hebben al aangekondigd dat we investeringen willen doen. Rijksoverheid willen ook een deel doen. Wij staan als stadsbestuur uiteraard zeer positief tegenover de plannen. En het is ook heel erg belangrijk, omdat we gewoon weten dat er vanuit het zuiden van het land een behoorlijke stroom mensen is die elke dag ook op en neer juist naar Nijmegen wil gaan. Die willen allemaal het voorbeeld van hun burgemeester volgen om toch een keer naar Nijmegen weer te komen. Ja. En is dat dan, als het over het spoor gaat, met een bovenleiding of met een diesel? Want dat is natuurlijk ook nog een dossier. Nee, de elektrificering, zoals ze mooi heet, de elektrificatie moet ik geloof ik in goed Nederlands zeggen. Dat is natuurlijk een wens. En die moeten we ook zeker het eerst oppakken, want die maakt namelijk juist mogelijk dat je ook veel flexibeler en makkelijker bepaalde treinverbinding kunt realiseren. Maar dat dossier is ook al een jaar 20 oud. Ja, maar dat gaat wel wat sneller. Laat ik zo zeggen, daar zijn de perspectieven natuurlijk wel veel gunstiger van dan de heropening van de spoorlijnen Kleef. Beide zijn interessant, maar die elektrificatie die staat denk ik wel prioritair. En er zijn ook veel meer partijen het eigenlijk al over eens. Nogmaals, het laatste zetje moet volgens mij gegeven worden en dan kan het ook goed komen. Okay. Dan hebben de provincies in ieder geval elkaar gevonden wat dat betreft. Ja. Nu de Duitse grens nog over en weer terug naar Kleef. Hè? Want ik heb die net in Nijmegen ook een zeker romantisch gevoel bij heeft, hè? Met het treintje naar Kleef. Ja, dat snap ik. Maar alleen op basis van een romantisch gevoel zullen we het niet krijgen. Hè? Wat ik net al aangaf van het voorbeeld van die hoogzoelen. Je moet wel echt, om een goed Niederrheinisch woord te gebruiken, een goede business case maken, met andere woorden. Je moet echt kunnen aantonen en overtuigender dan we bij wijze van spreken 10 of 20 jaar geleden deden, dat je voldoende reizigers kunt aanbieden. Je kunt nooit precies voorspellen wie van de trein gebruik gaat maken, maar je moet het wel goed kunnen beargumenteren. En dat vind ik ook valide, want dat geld wordt uiteindelijk ook door andere belastingbetalers betaald. En dat moeten wij ook in Nijmegen begrijpen. Ja. Goed, iets volkomen anders. De N-pas, de veelbesproken pas voor mensen die het wat minder hebben. Langlopend dossier ook. En onlangs is dat een soort van afgeschoten. Is dat een teleurstelling voor u? Nou, dat is op zijn minst wel jammer. Kijk, de gemeenteraad heeft natuurlijk bij aantreden van de nieuwe gemeenteraad in het coalitieverband gezegd, wij zouden graag een voorziening willen hebben. En dat is dan die N-pas geworden, zodat mensen met een minimuminkomen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld kortingen op het gebied van cultuur, sport, misschien acties in de binnenstad. Nou, u noemt het maar op. Het OV, hè, de koppeling OV-pas was in het begin ook nog aan de orde. Maar ik vind dat de gemeenteraad onlangs een juist besluit heeft genomen om ook te durven zeggen van, ja, kijk eens, zo'n N-pas is een fantastisch idee, maar als dat enkele tonnen per jaar gaat kosten, alleen maar om die pas te introduceren in de lucht te houden, hè, de techniek moet ingekocht worden, we moeten alle gegevens met elkaar op een privacygevoelige manier goed te borden, kost waanzinnig veel geld, dan ben je het geld wat je eigenlijk had bedacht om een minima te geven waarmee ze mooie dingen konden doen, ben je kwijt. Dus het alternatief nu is om de 400.000 euro die nog beschikbaar is voor dit jaar, dat iedereen met een minimum inkomen gebruiken maken. Ik geloof het gaat om 150 euro dan per persoon of per gezin. Zodat mensen zelf een keuze kunnen maken. We hebben dat vorig jaar ook gedaan al, eenmalig. En het is toen heel erg goed bevallen. Dus ik vind een verstandig besluit om dat zo niet te doen. Maar jammer blijft het. Hoe gaat dat in zijn werk? Mensen die voor een aanmerking komen, krijgen een briefje van u waarin staat van Ja, die worden geattendeerd. We hebben dat vorig jaar, zoals gezegd, ook al gedaan. En niet iedereen maakt er gebruik van. Maar vorig jaar is er volgens mij best fors van gebruik gemaakt. En dan kan je een keuze maken. Keuze wil zeggen instellingen, instanties die meedoen. Ik weet dat toen sportfondsen, de zwembaden waren het meest
populair, maar ook andere instanties hebben meegedaan. En ik hoop eerlijk gezegd dat vanwege dat succes vorig jaar en nu meer bedrijven of instellingen willen meedoen. En dan krijg je eigenlijk tot 150 euro's dan, hè, krijg je gewoon korting op wat wordt aangeboden. Dat is eigenlijk ook bijzonder, hè? Want het is een vrij willekeurige keuze van de bedrijven of de instanties. Ja, die hebben mee willen doen. Ja, willekeurig. Kijk, ik bedoel, ik ben ervan overtuigd dat onze mensen ook wel meer bedrijven en instellingen hebben benaderd of het goed zouden meedoen. Vorig jaar nogmaals was het ook een eenmalige actie. Je moet ook accepteren dat zoiets dan wordt gedaan. Ik kan me ook voor zijn instelling redeneerd. Nou ja, goed, als het wat vaker gebeurt, dan is het voor mij ook interessant. Want anders ben ik weliswaar korting geven, maar komen die mensen nooit terug. Bij die bedrijven geven korting, maar verdienen er dus op die manier ook niet altijd wat aan. Die 150 euro is dan natuurlijk van de gemeente, zou je kunnen zeggen. Maar ik kan me ook voor zijn bedrijf zeggen van, nou ja, ik zal er liever wat langer duren verbindings hebben. Dat was natuurlijk ook die charme van die M-pas, maar nogmaals, ik vind het ook goed dat je durft te zeggen als overheid, dit zijn hele, het klinkt allemaal heel simpel, hè. We hebben zoveel pasjes in onze portemonnee, dus denk je, dit lukt je ook wel. Maar als je hoort wat het kost om te investeren, alleen al om software in te kopen en met aanbestedingsregels waar wij natuurlijk verplicht zijn om ons aan te houden, daar word je koud van. Dat kost gewoon tonnen per jaar. En dan denk ik, met dat belastinggeld kun je een heleboel mensen op een veel betere manier bedienen. Bent u het bij me eens dat het, als we kijken nu, het heeft ongeveer 2 jaar gelopen, dat het al een lang traject is geweest? Nou ja, als je bedenkt dat het plan komt voor het coalitieakkoord in 2014, met de onderzoekstijd die erbij hoort, ben ik daar niet heel erg verrast over. En je probeert natuurlijk, ook toen duidelijk werd bijvoorbeeld de koppeling aan een OV-pas al te ingewikkeld werd. Kijk, dan, wij voelden als college ook wel aankomen, dat wordt geen makkelijk verhaal. Maar om dat heel erg goed uit te zoeken, en we hebben niet eens alles uitgezocht, omdat je dan nog meer geld alleen het onderzoek kwijt was geweest, terwijl we al konden voorspellen van, nou, dat gaat je sowieso vele tonnen per jaar kosten. Met andere woorden, zoek het niet verder uit, maar dat kost gewoon gewoon tijd. En achteraf kun je altijd zeggen, oh, had dat maar iets anders gedaan, wat jammer van dit tijd. Maar ja, aan de andere kant, ik vind het ook zo, als je iets nieuws bedenkt en dat nieuws ziet er op papier goed uit met een goed idee, dan moet je dat ook wel de kans geven. En dat was in ieder geval de keuze van de gemeenteraad om dat zo te doen. Het werd ook wel stigmatiserend genoemd. Nou, dat was juist niet de bedoeling. Het zou dan een pas worden die voor iedereen beschikbaar zou zijn, alleen bepaalde voordelen, maar dat zie je alleen op het pasje van degene die het heeft, die zijn dan juist niet zichtbaar. Dat was juist het sterke van die formule van de M-pas. En een van de hoofddoelen eigenlijk ook, juist om een niet stigmatiserende regeling te hebben waar je iets kon doen voor minima. Maar anderen hadden bij wijze van spreken ook zo'n pas kunnen hebben. En als bedrijven zeggen, die geven ook een korting, hadden ze ook die korting gehad, maar de minima hadden dan iets extra's gehad. Ja, helder. Aankomende 2 jaar, komt er dan een nieuw plan voor deze groep mensen? Ja, dat moeten we zien. We hebben natuurlijk al een uitgebreid beleid om minimaal te ondersteunen. En daarnaast ook nog beleid, soms zijn dezelfde mensen, soms andere mensen, om mensen die echt in de armoede zijn, om daar ook ondersteuning aan te bieden. Dat is ook iets wat deze stad sterk in is. Dit zou eigenlijk een andere invulling van dat beleid zijn geweest. Voor dit jaar is er dus 400.000 euro nog over uit het budget, hè, wat bedacht over die M-pas. Dus het is nu een eenmalige maatregel. Nou ja, de tijd zal leren of de gemeenteraad geïnteresseerd bereid is om daar een andere vorm aan te geven. Maar er is op dit moment nog geen voorstel voor, dus dat zullen we gaan zien. Nou, de maand juli komt eraan natuurlijk. Hoogtepunten, Special Olympics. Is daar iets over te zeggen op dit moment? Nou, behalve dat het volgens mij allemaal goed loopt. Heel goed contact tussen de gemeente, hè, want het is niet alleen Nijmegen die betrokken is, en de organisatie van Special Olympics. Ik bedoel, ik heb al gezien hoe het met opening en sluiting en alles, de uitnodiging, het staat allemaal keurig in de agenda en alles ligt op schema. Op Heumensoord zijn ze nog druk aan het ombouwen, hè, om daar ook de sporters en hun begeleiders te ontvangen. En dat gaat volgens mij ook hartstikke goed lukken. Laat de sporters en hun fans, hun begeleiders maar komen. En als het weer een beetje mee zit, wordt het een super weekend, dat eerste weekend van juli. Ja, en dan die 100ste Vierdaagse. Nou, dat komt dan ook nog gelijk achteraan, hè. Dus alle verloven zijn ingetrokken, mag ik zeggen. Iedereen moet doorgaan. Wat is het? Vrijdag de 22e. Tenminste, ik heb hem al dik gemarkeerd in mijn agenda staan. Dat wordt natuurlijk dit jaar heel erg speciaal. We hadden het net al even over het Vierdaagseplein. Je merkt meer dan in andere jaren dat we in de maanden van tevoren met alle speciale activiteiten bezig zijn. Een tentoonstelling.
in het museum. Ja, hoe bijzonder is dat? Nou, als je afgaat, kijk, het museum, het Valkhof Museum heb ik het dan over, heeft natuurlijk een hele bijzondere collectie die vooral ook gericht is op het verleden. Het verre verleden, het Romeinse verleden, het middeleeuwse verleden en noem maar op, van Nijmegen zich maar te maken, plus actuele tentoonstellingen. En dit is toch wel een hele typische tentoonstelling. Ik was bij de opening een week geleden en dat werd er ook zo gevoeld. Er waren honderden mensen. Ja. Dus dat zegt iets over het museum. Het zegt vooral natuurlijk iets over wat de naam Vierdaagse doet. En men had daar een heel mooi tentoonstelling gemaakt. En ik merkte het ook. De kracht van het Valkhof Museum is natuurlijk, zij hebben gewoon als geen ander verstand ervan hoe je een tentoonstelling maakt. N'importe het onderwerp. Hè. Maakt niet uit welk onderwerp. En de Vierdaagse mensen hebben natuurlijk verstand van zeggen, dit zijn de belangrijke dingen die het 100 jaar geschiedenis zou moeten laten zien. Ik liep er doorheen. Ik had echt het gevoel dat men erin geslaagd was. Alles wat er echt toe doet als je iets over de Vierdaagse wil weten, dat het er staat. Stel, u zou nou nog nooit gehoord hebben van de Vierdaagse. Dat is niet voorstelbaar hier in Nijmegen. Maar goed, er zullen mensen in deze wereld zijn die het niet weten. En die komen dan, die zijn het Nederlands. Oh, je kunt het trouwens ook in het Engels volgen, dus je kunt dat volgen. Ik denk dat je dan een hele goed inzicht krijgt in wat Vierdaagse is. En wat ik heel knap van de tentoonstelling voel, ook qua gevoel. Men heeft heel veel gevoel weten op te brengen voor wat lopers zijn, maar ook de combinatie met de feesten. Dat is natuurlijk het unieke voor onze Vierdaagse, want je hebt heel veel meerdaagse wandelevenementen in de wereld. Maar er is er maar één eigenlijk, maar zo massaal, zo fantastisch, de verbinding tussen feestende mensen, kijkende mensen en lopers tot stand komt. En als we het hebben over klassieke werken, de Donald Duck, met een extra editie over de... Ik heb het begrepen, ja. Nou, we verheugen ons erop. Ja, het is lang geleden, ik moet bekennen, de Donald Duck tot mijn vakliteratuur rekende. Moeten we teruggaan tot mijn schooltijd, geloof ik, maar we verheugen ons erop. Ik heb een betrouwbare bron begrepen dat u een kleine rol speelt in het... Alsjeblieft. Nou, dan ben ik weer benieuwd. Hoor. Het zal wat zijn. Misschien word ik wel Dagobert Duck. Weet het maar nooit. We gaan de volgende maand zien. Dank u wel. Dank u wel weer. Goed zo. Tot ziens.